Ja, volgens mij is je nu aan. We beginnen gewoon even lekker hiermee. Paganda. Duel. Hier pakken we even de lyrics erbij. Die gaat het om. The first cut won't hurt at all. The second only makes you wonder. The third will have you on your knees. You start bleeding, I start screaming. Dan denk je natuurlijk, welk nummer is dat dan? Nou, dat is dit nummer. Dat is een heel mooie... De lyrics er even af, zo. Video, ja precies. En dit is gewoon een studioopname. Dit zijn Freemasons, dat kan je zo zien. Ik moet die muziek moet ik niet te lang door. Dan krijg ik weer een ban. Weet je wel? Deze muziek wordt echt in de gaten gehouden. Dit is hully muziek. Dus, ja, ik moet er maar een beetje doorheen praten. Weet je wel? Dan denk je dat alles nog leuk is. Ja. Patidito. Yep. Nou, kunnen we overslaan. Doen die mensen gek, hè, vind je niet? Even terug naar die tekst, weet je wel? Hier gaat het om. De eerste keer dat ik mijn dolk in je steek, dan voel je helemaal niks. En de tweede keer dat ik mijn dolk in je steek, dan denk je, hè? En de derde keer dat ik mijn dolk in je steek... Het is the first cut, won't hurt at all. En de tweede, die doet jou alleen maar afvragen. Wat is er aan de hand? Twee keer gestoken met een mes. En bij derde keer, jongen, dan ga je op je knieën. Ja, en dan komt hij, hè? En jij begint met bloeden. Ik ga schreeuwen. Dit heet satanisme. Ik zou zo'n tekst nooit schrijven. En you believe me, ik heb teksten geschreven waarvan mensen zeiden van, wat? Maar dit schrijf ik niet. Want dit is pure horror. En waar we het over hebben, dat is ook pure horror. En dat is dit. Wat is het kennisniveau van onze twee inlichtingen en veiligheidsdiensten die los van elkaar werken... En het is uitermate vaag of die twee instanties überhaupt informatie uitwisselen. En daarvoor is er een derde instantie ingesteld die erop toeziet of het allemaal wel een beetje goed gaat. En wat is het kennisniveau van die twee instanties voordat dat vliegtuig neerstortte? Wat wisten we eigenlijk? Nou, dit wordt heel bijzonder. We beginnen met een leeswijzer. Anders dan... Ja, ik slijf een stukje over. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van informatie over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne... waarover de MIVD en IVD voor de crash van 19... Dit is toch effing de vraag. Hè? Dus ik vraag aan mijn dochter... Heb jij soms €50 uit mijn portemonnee gepakt? En mijn dochter begint met, nou, ik zal een overzicht geven van de informatie die ik weet over het verdwijnen van de €50 uit je portemonnee, voor zover ik ervan weet. Ja, dan weet ik al hoe laat het is. Dan heeft ze gewoon die €50 gejat. En dat doet mijn dochter niet. Mijn dochter doet dat niet. Maar er zijn dochters die doen dat wel, hoor. Of zoons. Die heet liegen. Een politieagent vraagt aan mij, mag ik uw ID-bewijs zien? En ik zeg tegen die man, oh, u bedoelt mijn Nederlands identiteitsbewijs? Wat geldig moet zijn? Zo'n kaartje bedoelt u, dat meestal in mijn portemonnee past, als ik een voldoende grote portemonnee bij me heb? U bedoelt zo'n kaartje met mijn pasfoto erop? Nou, die ga ik wel even voor u pakken hoor, meneer agent. Moet u even wachten. Zo dadelijk ga ik u dat ID-bewijsje geven. Let maar op. Ja, wat denk je dat die agent bij mij doet? Ik krijg een klap voor mijn bek, mag ik hopen.
Die man vroeg om mijn ID-bewijs en dan dien ik mijn portemonnee te trekken en mijn ID-bewijs eruit te trekken en het aan die man te geven. En niet van die bullcrap van ik ga zo dadelijk mijn ID-bewijs pakken. En dat staat hier wel. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de informatie over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne, waarover de MIVD en AIVD voor de ramp, voor het neerstorten beschikte. Dus de vraag is dan, wat is het kennisniveau? Nou, dit overzicht geeft daar inzicht in. Dat is fijn. Dat is mooi, man. Oh, we gaan antwoord geven op uw vraag. Uw geachte volksvertegenwoordiging. Ook komt hierbij aan de orde of de diensten informatie hierover extern hebben gedeeld en de overwegingen van de diensten om dit al dan niet te doen. Wacht even hoor. Ook komt hierbij aan de orde of. Ook komt hierbij aan de orde of de diensten informatie hebben gedeeld en de overwegingen van de diensten om dit al dan niet te doen. Ik snap hem. De vraag was, wat wisten jullie? Dan hebben ze hier die C. Dit is dus, het zijn dus drie onderzoeksvragen die gesteld zijn. En dit is dan de derde. Je hebt allemaal die pagina's gehad over juridische dingen en het verdrag van Canada van 1947 met annex 13. En het land waarin de ramp plaatsvindt is primair bla bla. De vraag is gewoon, wat wisten wij? Wij hebben ons het hele jaar door, laten we het even per jaar afrekenen, maar het hele jaar door betaal je btw. Je betaalt nu je hele leven btw. Maar we hebben natuurlijk van 1 januari 2014 tot en met 17 juli 2014 hebben we ook een partijtje btw betaald met z'n allen. Ja, dat is echt niet te zuinig hoor. En welke informatie krijgen wij daarvoor terug? Worden wij als dank voor het verstrekken van al die btw-gelden, worden we dan een beetje gehonoreerd met info, bijvoorbeeld niet met je vliegtuigje over de Oost-Oekraïntje gaan vliegetje. Want dat is gevaarlijk daar. Ben jij gek? Ja. Wat waren de overwegingen om dat wel niet te doen? Wat waren de overwegingen om dat niet te doen? Squeeze me. Voor de binnenlandse veiligheid hebben wij besloten dat we dan maar 200 Nederlanders moeten offeren in de Oekraïne. Want we hadden geen zin om te gaan vertellen dat daar iets gevaarlijks bezig was. Want dat had de diplomatieke betrekkingen met de Oekraïnse regering wel eens in gevaar kunnen brengen. Pah. Maar goed, we houden gewoon. Ja, het is gewoon leuk. Kijk, als deze mensen dit op mogen. De volgende keer dat ik een belastingaangifte moet doen, dan ga ik dat ook zo invullen. Dat doe ik gewoon ook zo. Dan zeg ik, ik verwijs naar de kwaliteit, de rapportage van de bijzondere raad van buitenlandse zaken. En de centrale toezichthouder van de commissie toezicht, intelligence, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Je moet er gewoon op losliegen, alsof het je helemaal niks kost. En dan denkt iedereen dat jij de waarheid spreekt. En dan lekker ingewikkeld gaan lopen doen. Er is een mooi Engels spreekwoord en het heet: if you cannot impress them with facts, feed them bullcrap. En het originele Engelse spreekwoord is anders. Maar ik heb gewoon tegen mijn dochter ook gezegd dat ik dat betreffende woord. Dat heeft te maken met de excrementen van mannelijke koeien. Maar bullcrap, dat is dan. Dat is wel te doen. Hè? De stierenrommel. We hoeven geen vieze woorden uit te spreken. Nou, dan wordt het heel bijzonder. Want anders dan in de voorgaande hoofdstukken behandelt de commissie in dit hoofdstuk. Ja, opletten jongens. Ho, ho, ho.
Eerst de MIVD en dan de AIVD. En dat klopt. Iedere keer gingen ze eerst over de AIVD zeggen, ja, de AIVD is geen MIVD. En dat komt omdat de MIVD, die heeft een hele andere, ja, in principe hetzelfde, maar toch heel anders dan de AIVD. En ja, de MIVD die wil niet samen met de AIVD. En dat kan ook niet, want de MIVD, de MIVD, die is militaire, was het ook alweer, gericht. Nou, dat hebben we geweten. Wat heeft de MIVD ingegrepen, zeg, met hun militaire gerichtheid op 17 juli. Toen zijn ze gewoon, hebben ze alle mannelijke mannen, hè, van de vechtbare leeftijd, hè, hebben ze allemaal verzameld. Die werden allemaal naar Soesterberg geroepen, jongen. En dan kwamen ze allemaal op het terrein staan en dan kwam er een commandant, echt zo'n ijzervreter. En die zei, en nu allemaal, je duim in je mond. Nou, dat hebben die soldaten geweten, hoor. Oh, dat was een harde oefening, jongen. Maar gelukkig kregen ze daarna chocolademelk en werden ze allemaal weer thuisgebracht. Op kosten van de BTW natuurlijk. Ja, naar de Oekraïne gaan, dat doen we niet, hè? Maar vanwege de militaire gerichtheid had de MIVD meer informatie dan de AIVD, dat staat hier. Oké, de vraag was dus het kennisniveau van MIVD en de AIVD. Nou, de leeswijzer die zegt al, kijk, deze club, die had meer info. En als je dat niet snapt, dan moet je naar voetnoot nummer 22, dat staat hier. Dus dat doen we dan ook gewoon, maak het uit, een beetje scrollen. Oh, zie paragrafen 521 MIVD en 531 AIVD voor de onderzoeksopdrachten van de diensten. Dit zijn paragrafen die nog moeten komen. A. Je verwijst naar een paragraaf die er nog aan moet komen. Nou, dit is de leeswijzer, hè? Dat zal wel. Bij de bespreking van de informatie over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne, waarover de diensten voor het neerstorten beschikten, heeft de commissie, hebben wij, gefocust, dat zal weer mooi Nederlands zijn of zo, op de informatie die relevant is voor de onderkenning. Dus de informatie die relevant is voor de onderkenning van een dreiging. Wacht even, joh. Gaat mijn Mac gaat even lopen zeuren. Staat hier in? Nee. Oh ja, hier. De informatie die relevant is voor de onderkenning van een dreiging tegen de burgerluchtvaart. Even denken, bij de bespreking van de informatie over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne. En wanneer vond die bespreking dan plaats? Even denken hoor. Oké, dus de commissie die dan toezicht houdt op de IVD... instanties, dat zijn er ook maar twee. Ik kan er net zo goed één van maken wat mij betreft. Maar lijkt me handiger, maar lijkt me ook kostenbesparend. Hoef je maar één informatiesysteem te hebben. En ze hebben dus gekeken naar wat wisten jullie allemaal van het neerstorten. Wat wisten jullie allemaal voordat dat vliegtuig neerstortte? En er waren dus mensen en die zeiden van, nou, ik weet nog dat ik op 4 april kwam ik in de kantine en toen bestelde ik een tosti met de ketchup en toen was de ketchup op. En toen zei ik nog, nou, dat vind ik wel raar dat je de tosti's verkoopt en dat het ketchup op is. Nou, dat wisten ze dus. Maar die informatie die was niet relevant voor de onderkenning van een dreiging tegen de burgerluchtvaart. Het gaat erom, de vraag was gewoon, wat wisten jullie? Welke informatie? Ja. En dan gaat het niet over de kwaliteit van de ketchup in de kantine van de AIVD of de MIVD.
Want misschien was het wel helemaal niet zo erg. En hadden ze nog cocktailsaus. Man, zit niet zo te zeuren. Ja, ik wil altijd een speciaal Heinz ketchup bij mijn tosti. Ja, dan eet je maar een keer cocktailsaus. Net als de eerste beste Turk hier in Nederland. En niets ten nadele van Turken, dat ze nou tot iemand dan denkt, ja, Perry loopt Turken uit te schelden voor cocktailsauseters. Daar raad het niet om. Turken eten helemaal niet veel cocktailsaus. Dat is gewoon niet waar. Dat gaat er gewoon om. Dit is onzin allemaal. Oké, maar dat is de AIVD 22. Bij de bespreking van de informatie over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne, waarover de diensten voor de crash beschikten, heeft de commissie gefocust op de informatie. Oh, die hebben we al gehad. Ja, die ziet op de. Ja, precies. Sorry. Het gaat daarbij om informatie die ziet op de dreigingsfactoren die in het vorige hoofdstuk zijn besproken. Ja, dat waren dus drie dreigingsfactoren of vier. Dus maar 3,5 dreigingsfactor of 3,2 dreigingsfactor of zo. Maar van die vier dreigingsfactoren gaan ze nu afstappen, want hier gaan ze gewoon zeggen, de commissie behandelt de drie dreigingsfactoren in de onderstaande paragrafen in een specifieke volgorde. Nou, nu word ik echt bang. Nu gaat het mij dun door de broek lopen. Gaat de commissie mij vertellen dat ze iets gaan vertellen? Nee, man. En dan gaan ze ook nog dat wat ze gaan vertellen in een specifieke volgorde vertellen. Nou, ik snap wel dat hier een leeswijzer boven moet. Want dat verwacht je toch niet van de overheid, hè? Een beetje relevante dingen benoemen, hè? De overheid die doet altijd gewoon van, jongen, als jij iets fout doet en je loopt te telefoneren met tante Nel, terwijl je voor het stoplicht staat op de Bovenburgse weg, ja, dan krijg je mooi een print, jongen, van, en toen was dat nog best goedkoop. Maar tegenwoordig is dat gewoon richting de €200. Wat hebben we hier nou weer? Enkele. Oh, wat een fijne software is dit. Hoppakee. Hehe. Nou, zitten we dus hier. Daar waren we. Ik lees hem gewoon nog even uit en dan kijken we er even op kunnen lachen. Het is zo geweldig. Hè? Kijk, als je meedoet aan een Olympische Spelen en er zijn allemaal van die afgetrainde atleten en zo. Ja, dan moet je zelf ook aan de slag. Hè? Maar als jij naar de Olympische Spelen gaat en er zijn allemaal mensen en die hebben zwemmerseczeem en die ene heeft een arm eraf en die andere die heeft geen ogen meer. En, hè? Ja, dan win je wel, toch? Tenminste, hè? Mag je. Ja, heb je in ieder geval een grotere kans, lijkt mij. Ik ga ook het liefste biljarten tegen iemand die maar één arm heeft. Dat heb ik nooit gedaan. Dat was een stom grapje. Maar deze mensen, die lopen dus gewoon te biljarten met één arm. Zit een beetje stom te tikken met hun keu tegen de ballen aan. En doet alsof het echt heel belangrijk is. Een specifieke volgorde die zij eerst wil uitleggen. OMG-IVD. Eerst worden de dreigingsfactoren capaciteit, MIVD, gedeeld door capaciteit en potentie, AIVD, behandeld. Militaire middelen en mogelijkheden. Even kijken. Is de capaciteit van de militaire inlichtingen veiligheidsdienst gedeeld door de capaciteit en potentie van de algemene inlichtingen veiligheidsdienst? Zijn dat de dreigingsfactoren? Of was het nou zo dat de capaciteit die wordt door de MIVD beoordeeld en de capaciteit en potentie die wordt door de AIVD
beoordeeld. In verband... Ja, het zal wel. Omdat die factoren volgens de commissie een eenduidig aanknopingspunt kunnen vormen voor het onderkennen van een dreiging, een rode vlag. Ja, dit slaat ook helemaal nergens op. Red flag, dat is gewoon Engels, man. Je hebt ook een red herring. Ze moeten gewoon vertellen hoe ver het onderzoek inmiddels gevorderd is. En van waarvan weten we de locatie van het vliegtuig voordat het gepoefd werd? Weten we dat? Weten we de windrichting? Weten we de richting waarin het vliegtuig vloog? Hebben wij radarbeelden? En door die inslag, want er is iets gebeurd er in de lucht. En wat is het? Ja, als dat vliegtuig toen plotseling naar rechts ging, omdat die brokstukken allemaal aan de rechterkant lagen van het plan volgens het vluchtplan. En de wind stond de andere kant op. Ja, dan weet je dus, als de wind van rechts kwam en alle rotzooi ligt aan de rechterkant, dan is die raket van links gekomen. Zal ik het nog een keer voorleggen? Dat vliegtuig vliegt door de lucht. Nou, dan doet het poef. Dan ligt er allemaal rotzooi op de grond. Dat klopt. Dat is ook gevonden. Dat hebben die dronken hufters. Hè? Zoals Frans Timmermans. Ik moet ermee ophouden. Maar dat was sprokkelijk. Maar Frans Timmermans heeft het gezegd. Hè? Die dronken klootzakken. Die zaten aan onze brokstukken te verrotten. En knuffels te jatten van onze kleuters. En dan met tranen in zijn ogen. Fijne vent. Omdat die factoren volgens de commissie een eenduidig aanknopingspunt kunnen vormen voor het onderkennen van een dreiging. Ja, en een red flag, laat maar zitten. Dat ze in Engeland voor het woord threat, T-H-E-T-H-R-E-A-T, threat, met een T op het einde. Anders heb je namelijk draad. Maar een dreiging is een threat. Met een T. En een red flag, ja, dat is een fancy term, man. Moeten we ook nog, krijgen we dadelijk ook nog het vrouwtje van Stavoren erbij. En de sprookjes van de gebroeders Grimm. Nog meer Engelse les, Duitse les. Noorse, Deense mythes. We willen alleen maar weten toch wie het gedaan heeft. De aanwezigheid van bepaalde militaire middelen is alleen nog maar de leeswijzer. Hè? De aanwezigheid van bepaalde militaire middelen kan een reden vormen om verder te kijken naar andere factoren. Wacht even. Oké, dus als er een capaciteit en een potentie is. Ik snap dat verschil niet goed hoor. Ik weet niet wat capaciteit en potentie in dit geval verschilt. Kijk, een condensator, dus een elektronisch schakelding. Van als je radio gaat bouwen, dan heb je condensatoren. En die hebben een capaciteit zo. En een opslagruimte heeft een capaciteit van zoveel kuub. En wat is potentie dan? Ik weet het gewoon niet. En dan intentie, ja. Maar de aanwezigheid van bepaalde militaire middelen. Ja, zijn het dan militaire middelen die dan leiden tot capaciteit? Of zijn het middelen die leiden tot potentie? En welke bepaalde dan? De aanwezigheid van een Uzi. Dat kan een reden zijn om verder te kijken naar de andere factoren. Een Uzi? Welke bepaalde militaire middelen dan? Dus zeg gewoon waar je het over hebt. Dit is beating around
de Bush. Wat is het ook weer? Om de hete brei heen draaien. Van ja, we snappen de vraag, maar we gaan eerst heel veel... En er komt een bagger achteraan, jongen. Kan een reden vormen om verder te kijken naar de andere factoren. Intentie zal in de meeste gevallen niet makkelijk te duiden zijn. Ja, wat staat hier? Wat is intentie? Is er een wil? Ja, hoe bepaal je dat? Is er een wil om een vliegtuig uit de lucht te schieten? Hoe moet je dat... Ja, is die wil er wel? Want je kan natuurlijk wel een bukraket op de grond hebben. Maar als je denkt van ja, die bukraket die ga ik lekker opknappen. En die ga ik erin olieën. En ja, eventjes een paar stickers eraf halen van fuck USA of zo. Stond er natuurlijk op, want het was een Russische bukraket. En fuck USA, dat maakt een beetje dat ding onverkoopbaar. Dan heb je gewoon een bukraket in je achtertuin. Om hem zo dadelijk door te verkopen aan Malaysia Airlines. Of zo. Nou, wat, nee, Malaysia Airlines natuurlijk niet, maar misschien Malaysia zelf. Of dat Malaysia Airlines hem gewoon gratis krijgt. Voor het geval dat er een keer een vliegtuig over Maleisië vliegt. En dan kunnen ze er eentje terugpakken. Ik probeer er maar een grapje van te maken. Maar de intentie, ja. Hoe moet je achter een intentie komen? Ik ken iemand en die had dus laatst aan mij gewoon eerlijk verteld dat hij de intentie had om... seks te gaan hebben. Ja, dat zei hij. Ja. En toen keek ik naar hem en dacht ik van ja. Ja, ik weet niet of je intentie duidelijk is. Ja, niet dat ik er aantrekkelijk uitzie. Want ik heb dus geen intentie om seks te gaan hebben. Dus ja, bij mij maakt het niet uit dat ik eruit zie zo lelijk als de nacht. En hij zo van ja, ik ga seks hebben met vrouwen. Ik dacht echt van ja, dat is een leuke intentie jongen, maar hoe ga je dat doen? Maar goed, had hij de capaciteit en potentie gehad, ja. Maar tot op de dag van vandaag, en het is alweer een paar maanden geleden dat hij dat tegen me zei, dat hij dat echt van plan was. Het is hem tot nu toe nog niet gelukt. Zal daarom alleen in uitzonderlijke gevallen een rechte vlag kunnen zijn. Dus, intentie zal in de meeste gevallen niet makkelijk te duiden zijn en zal daarom alleen in uitzonderlijke gevallen een red flag kunnen zijn. Ja, en een red flag was dus een dreiging. Hè? Dus intentie... is geen dreiging. Dat staat hier. Intentie is meestal geen dreiging. Op basis van een intentierapport of zo. Ja. Iemand kan wel een fax sturen naar Schiphol vanuit Vuurland. En als jullie hier overheen vliegen, dan stuur ik er een bukraket op af. Die intentie heb ik. Ik haat de USA. Ja, dat is geen reden om niet over Vuurland te vliegen. Ja, dat snap ik ook wel. De factor... Oh, nu gaan ze weer. Kijk, hier staat hij weer. 3 dreigingsfactoren. Ik ben even een checkje aan het draaien. Je kan het even niet aanwijzen, maar ik doe mijn best. Kijk, hier staat 3. Ja? Even tellen. Hoeveel dreigingsfactoren worden hier genoemd? Als eerste worden er 2 genoemd, namelijk de dreigingsfactor capaciteit en de dreigingsfactor capaciteit met potentie erbij. Dus je hebt een bukraket, maar je hebt je benen gebroken. Zo. Je hebt wel capaciteit, maar ja, je kan die bukraket niet lanceren. Dus, heb je er ook niks aan? Kan je hem net zo goed verkopen aan de Somalische rebellen?
En dan krijg je de derde, en dat is dan de. Dat heet dan de. Intentie. Ja. En heb je hier. Zijn er nog een tellen? 1. 2. 3. 4. Ik ben zo geniaal. Af en toe moet ik gewoon huilen van mijn eigen genialiteit. Dan heb ik zo medelijden met mezelf. Dat ik denk. Peggy, jij kan tot 10 tellen. En dan kan ik wel janken. Liefde, Jezus heeft gezegd, ik zit toch niet in de kroeg, dus ik mag lekker over Jezus praten. Maar in de kroeg doe ik altijd beleefd. Tenminste, dat vind ik. Dat vindt niet iedereen in de kroeg. Maar ik vind dat van wel. En in dit geval, wat zei Jezus ook alweer? Ik ben maar van mijn trein der gedachten af. Ik weet het alweer. Zalig zijn de armen van geest. Dat is het allerbeste, dat als je gemaaid wordt door de grasmaaier en je staat daar te wachten op de grasmaaier, dat je niet in de gaten hebt dat de grasmaaier eraan komt. Nou, aangezien dit document in april 2015 is geproduceerd en het dus meer dan een jaar kostte voordat ik dat ging bespreken, terwijl er niet eens een andere Nederlander was en terwijl er wel fucking 20 miljoen Nederlanders zijn. Afgerond dan, hè. 200 doden, maar die moet je ervan aftrekken. Maar er zijn er inmiddels wel weer een paar bijgekomen, hoor. Mooi is dat. De factor activiteit die de MIVD hanteert zal doorgaans het sluitstuk van de beoordeling vormen. Omdat daarbij wordt gekeken naar indicaties dat de tegenstander, en dat staat tussen quotejes. Sorry. Een start heeft gemaakt met de uitvoering van de onderkende dreiging. En dan tussen haakjes, dus waar de intentie zich op richt. Ja, nu ben je mij echt kwijt. Maar we komen er wel aan. Een start heeft gemaakt met de uitvoering van de onderkende dreiging. Onderkende dreiging op basis van. Nou. Oh, wacht, hieronder staat nog een leuke. Die mag ik niet vergeten. Dat is footnote 23. Dat vond ik wel fijn aan het kamerstuk. Want daar hadden ze dicht. Konden ze dat nog niet. De overheid wordt ook steeds slimmer. Maar hier kunnen ze dus wel footnoten maken. Dit is footnote 23. En ook weer geweldige teksten. Het is echter niet uitgesloten dat concrete informatie over een bepaalde intentie of bepaalde activiteiten de eerste aanwijzing vormt van een dreiging. Ja, dat gooit me niet met pet. Ik weet niet wat ze hier bedoelen. Ze zeggen gewoon niks. Ik zit een beetje te boeren. Nu de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet vlogen op bestemmingen in Oost-Oekraïne, speelt alleen dreigingsinformatie die relevant was voor de overvliegende burgerluchtvaart een rol. Nou, hoeveel leugens zien jullie hier? Het is ook heel belangrijk als je een ouder bent, hè? Want ik heb dat meegemaakt, mijn dochter was 5. En ik liep met haar naar 6. Ik liep met haar terug vanuit de stad. En ze zit me heel vrolijk een verhaal te vertellen over iets wat er 2 dagen daarvoor gebeurd was. Met allemaal details. En ik hoor dat zo aan. En toen zei ik, ja, hier heb je het gewoon diezelfde dag al over gehad. Maar toen zei je iets heel anders.
En we stonden inmiddels te wachten voor het stoplicht. En die auto's die begonnen te razen. Wij maar wachten. En mijn dochter zo heel nadenkend van ja, dat klopt. Dat klopt. Want toen was ik aan het liegen. En kinderen doen dat. Ja, van een kind van 5, 6, 7 zelfs. En moet je niet verwachten dat hij altijd de waarheid spreekt. Want, waarom? Waarom? Het zijn kinderen. Maar van mijn overheid mag ik toch wel verwachten dat ze de waarheid spreken. Dus als jij ouder bent, en kijk vooral naar dit taalgebruik. En als jouw kind op deze manier gaat spreken, nou dan weet jij zeker dat je kind aan het liegen is. En niet boos worden op je kind. Ja, tenzij het al 43 is, dan zou ik... En dan zou ik de deegrol pakken en dan ram je die stomme zoon van jou maar gewoon de deur uit. Als bejaarde van 65. Maar een kind, ach. Die moet je eigenlijk alles vergeven. Totdat ze, ja, op een gegeven moment worden ze ouder. En dan is dat privilege tot liegen voorbij. En een recht tot liegen heb je helemaal niet. Behalve natuurlijk dat je niet altijd de waarheid kan spreken, want dan ben je de lul. Dat snapt iedereen. Zeker met een overheid die dit soort dingen op ons af vuurt. Dit is de bukraket van afgericht op het Nederlandse rechtssysteem. Nu weet je zeker dat het hele rechtssysteem van ons, dat is door de schrapnel gewoon omlaag gehaald. En ze... Er is een film die heet The Good Shepherd. Kijk hem. The Good Shepherd. Dat is een film en die gaat over Skull and Bones. En daar zie je de inwijdingsrieten. Voor die jongens. En dan wordt er gewoon over je heen gepist. En dit soort tuig. Daar zitten wij BTW af te dragen. Alsof dat mag van mijn vader. En dat bedoel ik niet mijn vader, George Laurens Alexander Winkel, nee. Want die is, dat was gewoon een goede kok. En hij is helaas, ja, één ding was hij niet zo goed in. Hij kon niet zo goed ouder dan 67 worden. Dat was het enige probleem. Maar dat kwam omdat hij naar het ziekenhuis was gegaan. Als hij niet naar het ziekenhuis was gegaan, dan had ik nu nog steeds... Een vader gehad. Een wereld. Een vader hier. Weet je? Mijn eigen vader. Mijn bio-vader. Mijn bio-va. Maar dat is toch mijn eigen vader niet. Mijn vader die heb ik nooit gezien. Ja, dat is niet helemaal waar. Maar niet helemaal waar. Maar ik weet zeker dat je van hem niet mag liegen. Niet op deze manier. Tenzij je een geweldig goed plan hebt. Maar dan moet het wel uitgevoerd worden. En dan alleen maar een beetje lopen liegen, omdat je dan verzekerd bent van je volgende maand met je 6000 euro netto plus een geweldige pensioenvoorziening. Ja, you go F your a-hole. Deze zin in het Nederlands. Dit is dus liegen. Nu de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet vlogen op bestemmingen, hoezo nu? Dat had mogen staan. In die tijd vlogen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet op bestemmingen in Oost-Oekraïne. Ja? Oké, dat zal best kunnen. Van je wil een, ik weet niet hoe die steden daar heten, dus dan moest je altijd via Berlijn of zo. Even overstappen. Zal wel. Leuk dat ik dat weet. Nou, zal wel. Speelt alleen dreigingsinformatie die relevant was voor de overvliegende burgerluchtvaart een rol. Ja. OMGIVD. Dat is natuurlijk. Dit kan je net zo goed weglaten.
Hoeveel euro per karakter heeft deze zin gekost? Hoeveel karakters staan hier? Ik kan het tellen, hè, met open office. Voor het conflict in Oost-Oekraïne waren in de periode voorafgaand aan de crash 3 actoren met militaire capaciteiten relevant. Dubbele punt. Ja, wie wist dat niet? Kijk, destijds is met Rusland afgesproken dat er geen landje pik gespeeld zou worden. Dat was de vrede van 1945 of zo. Nou, Rusland heeft dat verbroken. Die is de Hongarije toen binnengevallen in 1956, als ik het me goed herinner. Wij hebben, was dat niet Zuid-Ossetië binnengevallen? Met die Shakashvili. Met die Zeeuwse dame. En wat heb ik dat netjes gezegd? En ze heet Sandra. En die komt uit Zeeuws, uit wat wij Zeeland noemen. Niet Zeeuws-Vlaanderen, maar uit Zeeland. Of uit Zeeuws-Vlaanderen, maakt het uit. Maar daar linksonder in Nederland. Daar zitten hele rijke families. Echt ontzettend rijk. En die Sandra, die ging toen met die vent in Georgië. Die Shakashvili. Lekker, huwelijk. Hebben de Oranje Revolutie of zo hebben ze opgesticht. En toen gingen ze Zuid-Ossetië binnenvallen. Was ook zo leuk. Ja, dat hoort niet. En Poetin, Vladimir Poetin, ja, die zit in de game. Die zat er gewoon bij te gniffelen. Die dacht alleen maar, mooi zo, val jij maar Zuid-Ossetië binnen. Dan ga ik lekker op mijn grote brommer, ga ik lekker door de stad scheuren van Moskou. En al die grijze wolven, zwarte wolven, bruine wolven. Aanvallen, oorlog. Want Poetin werkt voor de paus en de paus houdt van oorlog. Een jaar zonder oorlog is een jaar niet geleefd. Weet je wat die man heeft uitgefroten met deze aarde? Weet je hoeveel doden er op zijn naam staan? Dat gaat maar door. Nou, wat er gebeurd is dus met de Oekraïne. De Oekraïne die is dus afgesplitst van Sovjet-Rusland. Is een zelfstandige staat geworden. En toen was dus het punt, ja, komen jullie bij de EU of willen jullie bij de RU, hè, de Russische Unie, of de RUF, de Russische Federatie. Wil je bij de EU of de RUF? En de EU heeft daar lekker een politiek spelletje lopen spelen. Ja, er waren gewoon een aantal mensen en die zagen dat gewoon niet zitten. Ja, en waarom wel? Want die Oekraïners wilden gewoon een eigen staat. Ze zijn door Rusland genaaid. Er zijn in de Oekraïne miljoenen verhongerd. In opdracht van de voorganger van Vladimir Poetin. Want Vladimir Poetin, dat is de Poetin van de pausie, de Poetin van Rusland. Maar die had ook een voorganger. En die heeft die Oekraïners gechopt, chopt, chopt. Dus wat denk je dan? Dat die Oekraïners bij Rusland willen blijven? Nee, die willen zelfstandig zijn. Maar dan kwam de EU kwam binnen. En er kwam daar dus een protest tegen. En toen heeft Rusland gezegd van, oh. Gewoon conflicten maken. Dan ben je blij. De informatie waarover de diensten beschikten met betrekking tot de 3 actoren wordt per dreigingsfactor behandeld. Nou, ik ben benieuwd. Ik kwam even tegen de microfoon aan, sorry. Dus dan wil ik 6 antwoorden. Nou, ik denk niet dat daar 6 duidelijke antwoorden gaan komen, hoor, maar... Informatie die te herleiden is tot het actuele kennisniveau en de werkwijze of bronnen van de AIVD en de MIVD is staatsgeheim.
Oké, dan had je dat gelijk kunnen zeggen. Behalve dat dit in het Nederlands niet klopt. Ga ik even terug. Dit was de vraag. Hier ging het om. Ja? Dus welke informatie? Dit was de vraag. En het antwoord is staatsgeheim. Oftewel, bek houden. Een bek bedoel ik op zijn Engels terug. Terughouden. Geen vieze woorden zeggen op de radio. Dat is wat ze zeggen. Oké. Staatsgeheim. Dit betekent dat de commissie in dit hoofdstuk geen specifieke documenten of bronnen zal benoemen. Dit betekent dat we in dit hoofdstuk alleen maar een beetje uit onze nek gaan lopen wauwelen. Dusdanig dat jullie niet in de gaten krijgen waar we het eigenlijk over hebben. Want dat is namelijk staatsgeheim, snap je? Kijk, als je een koe gaat slachten, dan moet je die koe niet van tevoren gaan meedelen dat je hem gaat slachten. Dat moet je gewoon stiekem doen eigenlijk. Dus je hebt een oude koe en dan bel je de slachter. En dan komt de slachter komt langs en ja, die gaat die koe je niet van tevoren vertellen. We gaan ze dadelijk. Dan moet je geheim houden. En de koe in kwestie, die moet de boer, die haalt die koe. En dan gaat die koe, die gaat achter de bosjes. En die krijgt een feesthoedje op zijn hoofd. Dat heet een schietmasker. En dan, en de rest is voor de slachter. En je moet alles geheim houden. En wij worden afgeslacht. Dat zeg ik je. Wij worden afgeslacht. We gaan er allemaal aan. Dit zijn 200 Nederlanders, maar denk je dat ze daar genoegen mee nemen? Niet zolang jullie doorneuken en nieuwe Nederlanders maken. En als de Nederlanders allemaal op zijn, dan gaan ze Syriërs afslachten. Is jammer hoor, dat wij dat niet in de gaten hebben. En dat het ons zoveel tijd kost, hè, dat je in 1993 had je... Ik heb boeken gelezen. Ik heb boeken gelezen. Een PDF was het dan. Uit de 18e eeuw, 19e eeuw, 17e eeuw, 15e eeuw. Daar stond dit allemaal al in. En als je een heel klein beetje fantasie hebt, en een heel klein beetje creativiteit, en een heel klein beetje gevoel van de mensheid, dan stond het al in het boek Openbaring van Johannes. En dat is het laatste boek van de Bijbel. Maar jullie hebben allemaal zoiets van, ja, kom op, de Bijbel, dat is ouderwets, man. We willen een homohuwelijk. En we willen kinderen die komen uit de kast. En die komen gewoon 3 keer achter elkaar uit de kast. Dat was een anekdote die ik de vorige keer verteld heb. Nee, dat was een andere uitzending. Dat heb ik ook meegemaakt, hè. Maar goed, over het kennisniveau van de MIVD, dat is een staatsgeheim. Daar gaan we gewoon lekker niks over vertellen. Maar we gaan er natuurlijk wel wat over vertellen. Dus dan gaan we gewoon bullcrap. Hier staat 1 januari tot en met 17 juli 2014. Het staat maar 1 keer het jaartal vermeld. En in de vorige keer stond het gewoon 1 januari 2014 tot en met 17 juli 2014. Dan was het ook gewoon niet TM, maar tot en met ofzo. Of een streepje ertussen. Dit is de kwaliteit die ik gezien heb, hè, van die Henk J. Maus. En dat is een heel ander ding, behalve dat het precies hetzelfde is. Henk J. Maus heeft het requisitoor geschreven op basis waarvan Jasper Steringa, een boer uit Oud-Woude,
veroordeeld is tot 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Marianne Vaatstra. Dat vonden ze ook zo. Van, Kan je ook diarree uit je linkeroor laten lopen? Nou, ik dacht het wel. Het is voor jullie om te begrijpen dat jullie beschouwd worden als een stelletje eikels en stupido's. Die toch niet dit soort teksten lezen. Het maakt ze niet uit, jongen. Je leest het toch niet. En dan denk je, oh, dat is zo ingewikkeld. Nou, het zal wel kloppen. Nee, dit klopt niet. Het kennisniveau van de MIVD, dat is gewoon staatsgeheim. Punt. Even kijken waar de leukste grap zit, hoor. Ach. Kijk of dit klopt. Die gaan ze ook zo'n leuke doen. Dit zie je wel vaker in juridische documenten. We hebben het eerder gehad over afkortingen. Dus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En dan doe je tussen haakjes OVV. En je spreekt af of dat hoofdletter O, kleine letter V, hoofdletter V is. Of allemaal kleine letters. Of allemaal hoofdletters. Ja, kies maar. Maakt mij niet uit. En hier staat tussen haakjes de separatisten. Dat is een afkorting. Is er iets mis met separatisten? Nou, ik ben een separatist, want ik wil met deze eikels die dit soort werk produceren niets te maken hebben. Want voor hetzelfde geld word ik 's morgens wakker in een bloedbad. Omdat ik denk van, heb ik dat allemaal gedaan? En dan kijk ik naar al die lege flessen Jägermeister, denk ik van, wauw, dat kon ik wel eens gedaan hebben, ja. Dus ik ben een separatist. Ik heb hier gewoon niks mee te maken. Ik heb niks mee te maken met de pauze ook. Dat interesseert me geen drol dat die man onfeilbaar is. Ik vind het niet belangrijk. Ik snap ook niet waarom je onfeilbaar wil zijn. Ik snap niet waarom je behoefte hebt aan een onfeilbaar mens. Wat moet je ermee? Hoi, 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 hoi. Het team. Oké, en dat is ook eens hierna. Ja, hierna het team. Dat is die andere, ja. Oh, wat smerig is dit. Een groepje mensen binnen de het team M, het van de militairen, ja, hield zich bezig met de Russische Federatie. En die noemen we het team. Ja, oké. Okay. Oh, dat is mooi. Het team onderzocht deze ontwikkelingen vanuit de bestaande onderzoeksopdracht. Dat is ook wel, ja, dat is wel fijn. Ik zou het echt heel erg vervelend vinden dat een groepje mensen binnen de militaire inlichting en veiligheidsdienst, dat die dus ontwikkelingen gaat onderzoeken vanuit een niet bestaande onderzoeksopdracht. Dat zou ik echt midden in de nacht zwetend wakker worden. Van wat krijgen we nou? Gaan ze gewoon, er is een niet bestaande onderzoeksopdracht en een stelletje lui van de militaire inlichting en veiligheidsdienst die gaan lopen onderzoeken. Ja, doe mij de helft van hun salaris. Dan ga ik ook wel zonder een niet bestaande onderzoeksopdracht iets onderzoeken. Dan ga ik gewoon kijken of alle barkrukken in Café de Wacht wel allemaal even lang zijn. En zitten ze allemaal wel even lekker. En is het toevallig ook zo dat op dinsdag de bediening in Café de Wacht minder is dan op woensdag? Ja, dat kan ik ook. Ik kan van mezelf ook wel wat verzinnen, hoor. Ik ga onderzoeken of krijg je van internetporno echt wel een gevoel? En wat voor een gevoel dan? En zo ja, waarom? Ga ik ook lekker mijn eigen onderzoek doen. En jullie betalen mij dan. Maar ik stel voor, want het kijken van internetporno. Kijk, die Hollandse jongens die durfden niet naar de Oekraïne toe. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Hè?
Ja, dat wil niet. Ik denk die jongens onderin wel, hoor. Die jongens onderin, die maakt dat echt geen drol uit. Die willen alleen maar weten van, waar moet ik naartoe? En wat wil je dat ik doe? Hè? Maar daarbovenin, daar in die leiding, weet je. Die had zegt, nou nee, laten we dat maar niet doen. Want het wordt veel te erg. Ja, wat dacht je van internetporno kijken? Dat is ook, als je op een gegeven moment op dat niveau bent afgedaald, dat je niet eens naar de Oekraïne durft te gaan om te kijken waar de lijken liggen. Ja, het volgende moment is dan internetporno. Ja, dan ga ik dat onderzoek wel doen. Ja, doe ik dat wel. Als een stoere jongen. In mijn tweepersoonsbed, in mijn eentje. En jullie betalen mij €500 per uur. Zullen we dat doen? Op basis van een niet bestaande onderzoeksopdracht die ik zelf verzonnen heb. Ja, kom op. Dit betekent dat er werd gekeken naar de eventuele Russische betrokkenheid in het conflict. Dat is dus niet zo. De Oekraïne wilde gewoon zelfstandig zijn. Die wilde weg van die Russische federatie, want die had hun niets dan ellende gebracht. Misschien dat je het verhaal niet kent, dan zal ik het heel kort samenvatten. Rusland heeft dus alle boerderijen in de Oekraïne geconfiskeerd. En wanneer dat nou precies was, weet ik ook niet. Maar dat is 1930, 1940. Misschien wel eerder. Maakt niet geen donder uit. Alles geconfiskeerd. En alle boerderijen werden ondergebracht in een kolgosse of zo. Gemeenschap. Dat heet een reduzione op zijn Spaans. Een reduction op zijn Engels. Er werden reductions van gemaakt. En toen die mensen zich helemaal kapot gewerkt hadden, en het was september, oktober, en de oogst was binnen, toen kwamen de soldaten van de paus kwamen langs en die namen de oogst mee en die zeiden dankjewel. Nou, wat denk je dat er met die Oekraïners is gebeurd? De hele zomer lang hard gewerkt en de oogst is pleiten. Ga maar nadenken. Heb ik jullie rekenen geleerd, gingen we tellen. Weet je nog? Nou, dat is er met de Oekraïne gebeurd. Door Rusland. Door die voorganger van Vladimir Pausi. Poesin. Je moet het wel netjes uitspreken. Poesin. Het slaat helemaal nergens op. De Oekraïne wilde gewoon weg. Die wilde er weg van. En de EU is daar naar binnen gedenderd met allemaal poen. En zelfs de familie Bush of zo. Of de familie Blair, weet ik, het is echt heel goor. Die hebben het allemaal. Baba. Het geld, weet je wel. Het gaat altijd om geld. En wat zij dan noemen lekkere wijvenneuken. Ik heb daar een heel ander idee bij. Maar zij doen er vrij simpel over. In maart 2014 kreeg de militaire inlichtingen. Een veiligheidsdienst vanuit het ministerie van Defensie het verzoek wekelijks te rapporteren over de crisis tussen Oekraïne en de Russische Federatie. Dit leidde tot een lichte verschuiving van de focus van het onderzoek naar de Russische militaire capaciteiten en activiteiten in de nabijheid van Oekraïne. Oh. Even kijken hoor. Dit leidde tot een lichte verschuiving van de focus van het onderzoek naar de Russische militaire capaciteiten en activiteiten in de nabijheid van Oekraïne. Ging het nou? Dat is mooi. Toen hebben we iets verschoven. Ja, dat was heel licht hoor. Echt geen zware verschuiving of zo. Ja, wekelijks gaat wel zo'n lichte verschuiving. Ik geloof het, zonder meer. Wie heeft dat nou gedaan? In mindere mate kwam er ook aandacht voor de Oekraïense krijgsmacht en de separatisten. Oké. En hoeveel scheelde er dan? Je praat, zo'n team, de MIVD, hoeveel mensen werken daar? Dan praat je over FTE's. Ze weten het toch? Functie-eenheden of zo. Zoveel FTE.
En wat betaal je dan per uur? Hoeveel man? Dus ze hebben een klein beetje meer mensen erbij gezet. Of ze hebben tegen die mensen van de MIVD gezegd, ja, iets meer kijken naar de militaire capaciteiten en activiteiten in de nabijheid van Oekraïne. Dat vind ik ook trouwens een hele vage aanduiding. Dat is, zeg gewoon, welk stuk, man? Waar dan? In de nabijheid van België. Ja, voel je hem al hangen? In de nabijheid van België? Waar? Noord-Brabant? Noord-Frankrijk? Luxemburg? Engeland? Denemarken? Zuidwesten van Duitsland? Wat is dan de nabijheid van België? En wat is dan de nabijheid van Oekraïne? Zaten ze ook aan de linkerkant van de Oekraïne? Het team was vanaf het ontstaan van de onrust in... Dus het team, dat is dus een onderdeel van de MIVD. Hè? Een groepje, dat groepje mensen binnen de MIVD. Die zich... Even kijken hoor, want er was een... De onderzoeksteam Russische Federatie. Het onderzoeksteam dat onderzoek deed, het team dat onderzoek deed naar de Russische Federatie, was vanaf het ontstaan. Ik moet even helemaal blauw maken. Oh, ik snap ook niet waar dit vandaan komt hoor. Dus dan moet ik mijn Mac een beetje herstarten ofzo. Het team was vanaf het ontstaan van de onrust in Oost-Oekraïne gericht op de dreiging van een Russische inval in dit gebied. Even nadenken. Die Oekraïners wilden gewoon niet meedoen met de EU. En dan zouden de Russen binnenvallen. Oké. Ja. En dan, dit vind ik dus echt heel vies. Want dit is dus een, als je dit vertaalt, door die bril werd gekeken naar de informatie die binnenkwam. Ah. Het team, dat groepje mensen binnen de militaire en inlichting en veiligheidsdienst, die keken naar informatie op een bepaalde manier en dat was vooral de manier die je moet doen op de dreiging van een Russische inval. Hoezo kijk je door een bepaalde bril? Kijk, de bril waar ik door kijk, los van de bril die ik op mijn neus heb, maar de bril waar ik door kijk, er waren gewoon op 17 juli afgerond 20 miljoen Nederlanders. Ja. En 18 juli was het afgerond 20 miljoen Nederlanders minus afgerond 200 Nederlanders. Dat lijkt mij dat je dan minder Nederlanders hebt. Of mogen wij ook gewoon 200 van hun gewoon afknallen? Doet het er allemaal niet toe. Maar dat is de bril waardoor je ernaar kijkt. Eerst die lijken terug en dan weten wie het gedaan heeft. Weet je niet gek of zo? Maar het maakt allemaal niet uit hoor, we blijven gewoon lekker lachen. Dus. Voor mij is het alleen maar opluchting. Ik heb me heel vaak, toen ik op de landbouwhogeschool in het eerste jaar zat, toen ontdekte ik dus dat voor het eerst in mijn leven, was dat toen, dat ik in de klas zat met jongens die daadwerkelijk, in ieder geval op deelgebieden, een stuk slimmer waren dan ik. En dat baarde mij zorgen. Vond ik echt erg. Ik heb VWO gedaan in Groningen bij het professor Dr. G. Heijmans College. Ook niet de eerste beste school. En ja, ik heb nooit huiswerk gemaakt. Tijdens mijn HAVO ook niet. Want als de school klaar was, ja, dan was ik ook klaar. En dan ging ik. Ik heb allemaal leuke dingen gedaan. Niet dat ik dan naar huis ging en in mijn bed ging liggen.
En dan alleen maar de Weekamp lezen. Hè, die Weekamp-gids. Met die, nee, natuurlijk niet. Ging lekker naar buiten. En op de landbouwhogeschool, ja, was dat iets minder makkelijk. Was wel te doen, hoor. Het was wel te doen, maar was wel aanpoten. Dus liever ben ik omringd met allemaal hele domme mensen. Dat als je tegen die mensen zegt van, heb jij een anus? Dat ze aan je kijken en zeggen van, nou, ik heb hem nog nooit gezien. Dus misschien wel niet. Ja, liever heb ik dat soort mensen om me heen. Je kan je gewoon uitbenen en verkopen aan de varkensvleesindustrie. Of aan de McDonald's. Schijnt ook zo te zijn. Staat ook in een van mijn eerdere uitzendingen. Dat er was een getuigenis van getuige X1. Is dat. Dus anoniem. Kijk er maar na als je dat leuk vindt. Capaciteit, Russische krijgsmacht en Oekraïense krijgsmacht. Ja, dat interesseert me dus helemaal niks. Als je het niet erg vindt dat ik het zeg, hoor. Maar... dat hoef ik er helemaal niet te weten. Misschien was het wel een bukraket van de NATO. Of gewoon van de paus. Van de... dat de paus vanuit Vaticaanstad had hier een hele mooie laserinstallatie. En de paus lachen, jongen. Door informatie die het team verzamelde vanuit zijn onderzoeksopdracht gaf een completer beeld van de Russische capaciteiten dan die van de andere twee actoren. Oh. Wacht even. Wacht even hoor. Dat team, dat groepje mensen van de militaire inlichting en, inlichting en veiligheidsdienst hadden meer informatie van Rusland dan van de pro-Russische separatisten en de Oekraïense regering. Dat laatste vind ik gek. Dat de Oekraïense regering, dat is toch, die was toch pro-EU of zo? Oh. Maar die Oekraïners hebben zo'n beetje hun eigen idee over hoe je Europese Unie moet spelen als spelletje. Gewoon niks vertellen. Want dat doet de Europese Unie namelijk. Die schieten gewoon allemaal mensen uit de lucht en vervolgens ga je zeggen, staatsgeheim. Grappig hoor. Het beeld op het gebied van luchtafweer, daar gaat het ook om, hè, was dat de Russische krijgsmacht beschikte over geavanceerde systemen die op het grondgebied van de Russische Federatie in de nabijheid van de grens met Oekraïne stonden opgesteld. Oké. Ik dacht altijd dat die pro-Russische separatisten die bukraketten hadden gejat van de Oekraïense overheid. Ja. Dat heb ik misschien zelf verkeerd begrepen. Ja. Maar oké, dat ging dus om een... ze gaan erop aansturen dat die bukraket, die was dus van de Russische krijgsmacht. En die stond opgesteld in de nabijheid van de grens met Oekraïne. Ja, dus als we het hebben over België, hij stond in de nabijheid van België. Ja, dus Luxemburg, zuidwesten van Duitsland, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk, gewoon de Vogezen, dat is Noordoost-Frankrijk. Daar weet je veel, maakt niet. Misschien er stond een bukraket bij Parijs of zo. Waar stonden die dingen? Dat mogen ze niet zeggen, want het is allemaal staatsgeheim. Ja, we zouden dus moeten weten waar die dingen stonden. En waarom stonden die dingen daar überhaupt, weet ik nog niet.
Deze systemen hadden voldoende bereik om een civiel luchtvaart op kruishoogte te kunnen treffen. Dat wil zeggen op een hoogte van minimaal 7,5 kilometer. Zo de netter. Ja, nu gaat hij komen. Ze gaan die dus gewoon vertellen. Met mijn dochter. Ik heb niet zo'n goede relatie met de moeder van mijn dochter. Het is niet moeizaam. Ik heb gewoon besloten om gewoon niet meer met haar om te gaan. En sinds die tijd gaat het een stuk beter. En van die moeder mag helemaal niks. En mijn dochter mag van mij in principe altijd alles. Die heb ik ook de meest stomme dingen laten doen. En bomen laten klimmen. En, had mijn dochter had nog geen zwemdiploma A. Maar ik vond dat ze best goed kon zwemmen. En ze wilde graag het diepe in. Ja. En ik dacht van nou, kom op, voor een keertje doe ik mee. En het was lekker weer. Dus, ik ben mijn dochter het diepe bad in. En zij spartelen, jongen. Hè? Dat ging allemaal prima. Ja. En iedere keer als ze iets te laag dreigde te gaan. Ik was vlakbij. Ja. En toen gingen we naar de kant. Ik was ook op een gegeven moment een beetje moe. En toen hoorde ik zo'n donkerbruine stem boven mij. En ik keek omhoog. En er stond de badmeester. En die zei, heeft dat kind van jou wel een zwemdiploma? En ik zei, nee. Hij zei, oké, bad uit. Je moet een toezichthouder hebben natuurlijk. Daar ben ik helemaal niet op tegen, man. Want de regels moeten overtreden worden. En ja, er moet ook iemand zijn die de boel in de gaten houdt. Maar dat moet wel ergens op slaan. Hè. Deze systemen hadden voldoende bereik om een civiel luchtvaartuig op kruishoogte te kunnen treffen. Dat wil zeggen op een hoogte van minimaal 7,5 kilometer. Dus daar begint het, bij 7,5 kilometer begint de hoogte voor de burgerluchtvaart. Dus de militairen die vliegen echt laag. Ga maar kijken naar een film van... Het maakt niet uit. Helikopters hier in Arnhem, daar vliegen ze gewoon, dat is een kilometer hoogte of zo. Maar ook straaljagers en alles. En dat raast gewoon vlak boven de grond. En allemaal hartstikke stoer. En de burgerluchtvaart, die moet dus naar 7,5 kilometer minimaal. Kennelijk. Een luchtvaartuig op kruishoogte te kunnen treffen. Ja. En wat nou minimaal? Je gaat mij toch niet vertellen dat ze een vliegtuig wat op 3 kilometer hoogte vliegt, dat ze dat niet kunnen raken met een bukraket. Nou weet ik ook weer wat ik wilde vertellen. Het gaat gewoon om raakschieten. Mijn dochter kan goed schieten. En je schiet er gewoon. En als je iets moet mikken op 7,5 kilometer afstand, hè, boven jou, plus natuurlijk dat je er niet recht onder zit. Je zit op een schuinte onder een hoek. Dus je hebt misschien wel 10 kilometer te vliegen met je bukraket. Ja, als zo'n vliegtuig dichterbij is, dan had moeten staan maximaal. Dan had ik het nog kunnen geloven. Luchtafweersystemen die voldoende bereik hebben om op deze hoogte te komen, worden hierna krachtige luchtafweersystemen genoemd. Gelukkig heb ik dit stukje dus van tevoren voor jullie gelezen en ik weet welke leugen eraan komt. Even kijken hoor. Oh, kijk. Oh nee, de luchtafweersystemen die... Een luchtafweersysteem dat vliegtuigen uit de lucht kan trekken op een bepaalde hoogte, die heet een krachtig of niet krachtig. En de grens daartussen is 7,5 kilometer. Dus als jij een vliegtuig op 7 kilometer hoogte uit de lucht kan schieten, dan heb jij geen krachtig luchtafweersysteem. Dat staat hier. De Oekraïense krijgsmacht beschikte volgens de informatie van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst vooral over verouderde middelen.
Daaronder bevonden zich wel bepaalde krachtige luchtafweersystemen. Oh, wacht even. De Oekraïense krijgsmacht beschikte over krachtige luchtafweersystemen. De Oekraïense krijgsmacht beschikte over krachtige luchtafweersystemen. Een aantal daarvan stond in de nabijheid van de Oost-Oekraïne. In het oosten van het land. Dus, wat hebben we dus? We hebben dus SAM's, Surface-to-Air Missiles, van Vladimir Poetin en zijn voorgangers. En die hele club van de paus. Hè? Die stonden in de nabijheid. Maar we weten nu ook dat de Oekraïense krijgsmacht, die had er dus ook een aantal. Die boven de 7,5 kilometer konden schieten. Ho, dat is leuk om te weten, vind je niet? En dan is het maar de vraag, wie heeft het dan gedaan? Hebben de Russen het gedaan? Vanaf hun positie in de nabijheid van Oekraïne? Dus stel, we vlogen over België en die Russen hebben toen vanuit Zuid-Luxemburg een buk afgevuurd? Of ging het om luchtafweersystemen van onze Nederlandse overheid en die hadden we dan in de buurt van Baarle-Nassau of zo opgesteld? Want hebben die Belgische separatisten hebben ze, die dingen gejat? Ja, dat is dus de vraag. Want die pro-Russische separatisten, die hadden niet de beschikking over bukraketten. Dat kan ik je wel vertellen. Als ze die hadden willen hebben, hadden ze die moeten jatten. Of de Russen hebben gezegd van, hé, een bukje hebben. Hé, een bukje, nee, dat kost niks hoor. En dan die pro-Russische separatisten zo van, ja, maar dat is een heel ingewikkeld ding, man. Dat zijn 3 vrachtwagens en allemaal computers en hoe moet het dan en waar is de handleiding? Ik verhuur boekhoudsoftware. En daar brullen mensen al om de handleiding. Laat staan als je een vliegtuig uit de lucht moet tikken boven de 7,5 kilometer. Dat zijn ingewikkelde apparaten, jongen. Maar goed, die stonden er dus. Hè? Dus die Oekraïense krijgsmacht, die had dus... En waarom had de Oekraïense krijgsmacht überhaupt krachtige luchtafweersystemen in het oosten van het land? Waar maakten die mensen zich dan druk over? Dat die pro-Russische separatisten onze oude tweedehands F-16's hadden gekocht? Wat was het punt? Ik begrijp het gewoon niet. Ik vind dat jullie echt met mij mee moeten kijken en mij uitleggen wat hier nou de boodschap van is. Maar we weten wel zeker, het waren 2 partijen. En die derde partij, die had dus of die wapens gejat van die ene partij, of die wapens gejat van die andere partij, of die ene partij had het gewoon zelf gedaan, of die andere partij had het gewoon zelf gedaan. Er zijn gewoon 4 mogelijkheden. Nee, je kan ook nog zeggen, die pro-Russische separatisten hadden die wapens gratis gekregen van die ene partij, of ze hadden die wapens gratis gekregen van die andere partij. Dus heb je 6 mogelijkheden. Nou, wat was het nou? Hoe zit het nou? Het zijn toch 200 Nederlanders? Of malen we daar niet meer om? Het zijn maar gewoon hele logische vragen. En het allerbelangrijkste voor het inzicht is dat jullie zelf gaan nadenken. Je moet er goed rekening mee houden dat ik heb niet het eeuwige leven. Ja? Over 450 jaar doe ik geen internetbroadcast meer. En dan moet je het echt in je eentje doen. En dan moet je het wel snappen. Nadenken bedoel ik daarmee. Ik kan niet eeuwig je leraar blijven.
capaciteit separatisten. Nou, daar kunnen we al gelijk zeggen dat die separatisten, dat was dus waarschijnlijk gewoon een organisatie, want Poetin is van de paus. En de paus is ook niet gek. En wat de paus wil, is dat iedereen zich onderwerpt aan hem. Ja, want de paus is namelijk de Vicar of Christ. Dat is een Engelse naam. De plaatsvervanger van Christus. Maar dan een andere Christus. Want Jezus die had een djellaba en die zat een beetje te zeuren. En die ging om met prostituees en belastingambtenaren. En hij deed niet aan begrafenissen. Er waren wel meer. Jezus was een beetje een dwarslichaam. Maar de paus is dat niet. De paus is meer van, als jij wilt trouwen, dan moet je trouwen in de kerk. Dat is de paus. Dat is de antichrist. Dat is de Vicar of Christ. De Vicarius Christus. En ik wil geen Joden beledigen, maar ik kan je wel vertellen dat het hele verhaal van Christus heeft behoorlijk kloten uitgepakt voor de Joden. Dat was vervelend. Dus bij deze sorry, maar ik kan er niks aan doen, want in die tijd was ik niet geboren. Ik weet pas van Christus vanaf mijn 13e. Nou, ik ga eventjes capaciteit separatisten pakken. En dan moet ik echt eventjes gaan. Is er dan die pagina op? Ja. Ja, dat is wel een goeie. Ik heb nog iets van bier. Dan moet ik even naar de koelkast. En dan maak ik ook een leuk muziekje. Maar dan het muziekje waarmee we afsluiten, dat wordt echt een leuk muziekje. Uit de informatie van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst blijkt dat de separatisten zich in de maanden voor het neerstorten van ons vliegtuig, ik ben gelijk aan het vertalen, in toenemende mate aan het bewapenen waren. Ja, toenemende mate aan het bewapenen waren. Ja, met wat? Ja. Omdat, hier had een komma moeten staan. Dit is echt een ongelooflijk vet slechte Nederlandse zin. Je begint een zin niet met omdat. Het is toegestaan om een zin te beginnen met en. Maar bij omdat, ja, daar gebruik je een komma voor. Omdat zij door de Oekraïnse krijgsmacht ook vanuit de lucht werden aangevallen, vooral nadat de Oekraïnse regering zijn zogenaamde antiterrorisme operatie had gereactiveerd in de loop van 2014, probeerden de separatisten luchtafweergeschut te bemachtigen met het oog op hun verdediging. Hoe weten ze dat? Dat moeten wij maar aannemen. Dus kennelijk hebben die separatisten van ofwel die Russen ofwel die Oekraïners hebben ze geprobeerd om een bukraket te jatten. Oh ja, en wanneer dan? En is dat gelukt? Het is gewoon verhaaltjes voor het slapen gaan. Het was de militaire inlichting en veiligheidsdienst voorafgaand aan de crash bekend dat de separatisten naast lichte luchtdoelartillerie beschikten over draagbare luchtverdedigingssystemen met een kort bereik, Man Portable Air Defense Systems, MANPADS, en dat zij mogelijk beschikten over vehicle-borne luchtafweersystemen met een kort bereik. Beide systemen worden aangemerkt als surface-to-air missiles, SAMs, SAMs. Zij vormen vanwege hun beperkte bereik geen gevaar voor burgerluchtvaartuigen op kruishoogte. Vaartuigen
of vliegtuigen. Ik ga het niet eventjes. Ik denk, nou, je moet hem even onthouden. Donetsk, dat is die stad, ja. Dat woord schoot me net niet te binnen. Op 29 juni. Ja, ik over even terug. Ja, hoe hoog gingen ze dan? De MIVD wist dat de separatisten over niet-krachtige, daar ging het om. De separatisten beschikten volgens de MIVD over uitsluitend niet-krachtige luchtafweersystemen. Oké. Nou, dat weten we dan. De MIVD was er echt van op de hoogte. Je hebt ook nog die mogelijkheid natuurlijk dat de Russische regering of Vladimir Poetin, dat die heeft gezegd van hier heb je er eentje. Of dat de Oekraïense regering heeft gezegd van hey jongens, schiet even lekker man. Maar dat doen ze gewoon hè. Op 29 juni 2014 hebben de separatisten een militaire basis van de Oekraïense krijgsmacht veroverd in Donetsk. Op deze basis stonden zogenaamde Buk-raketsystemen. Dit zijn krachtige luchtafweersystemen. Oké, die kunnen dus boven de 7,5 kilometer. Over deze ontwikkeling is voor de ramp uitgebreid bericht in de media. De MIVD, ik maak het eventjes groter, de MIVD heeft hierover ook inlichtingen informatie verkregen, onder meer op 30 juni en 3 juli 2014. In de loop van juli bleek uit verschillende betrouwbare bronnen dat de systemen die op de militaire basis stonden niet operationeel waren. Zij konden daardoor niet door de separatisten worden gebruikt. Ai, 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 ai. Even terug. Op 29 juni hebben de separatisten een militaire basis van de Oekraïense krijgsmacht veroverd. Daar stonden Buk-raketsystemen. Dit is uitgebreid, dit stond in de krant. Op 29 juni. Of zo. En de ramp was 17 juli, dus 29 juni. Ja. Dat is dus voor het neerstorten. Ja. Dit stond in de krant. De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst heeft hierover ook inlichtingen informatie gekregen. Ik weet niet wat inlichtingen informatie zijn, eigenlijk. De militaire, de algemene inlichting en veiligheidsdienst, die wist van niks. Maar de militaire inlichting en veiligheidsdienst, die wist ervan. Als eerst op 30 juni, dus een dag daarna, dus op 29 juni. Even kijken, ja, wanneer stond het in de krant, hè? Dus er is uitgebreid over gesproken in de krant. En op welke datum was dat? Ja, misschien wel 30 juni. Weet jij veel. Misschien wel 29 juni. En ja, die lui van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die zijn allemaal lid van de zwarte band karate Vladimir Poetin. Dus die doen toch nergens wat aan. Zijn een dagje later. En drie dagen daarna, op 3 juli, hebben ze weer inlichtingen, informatie verkregen.
wat erft de inlichting informatie? Je kan ook zeggen, de militaire tak heeft Twitter, Facebook, Google links gekregen. Onder meer op 30 juni en op 3 juli. Ja, dat is mooi, jongen. Prachtig. In de loop van juli bleek uit, en dan komt hij weer dat woord, verschillende. We mogen niet weten wie dat is. Dat was misschien wel de papegaai van Maxima. Nou, dat wisten jullie natuurlijk niet, hè? Maar Maxima heeft heel vaak handschoentjes aan. Maar ze heeft een papegaai thuis. En dan met die handschoentjes, dat is gewoon prettiger met die papegaai. Dan kan ze, ja, zo'n papegaai af en toe pik-pik en in die klauwtjes. Maar dat is de papegaai van Maxima, toch? Die heeft ook iets verteld? Of de hond van Joris Demmink? Of de cavia van Ivo Opstelten? Zijn achternicht. Verschillende betrouwbare bronnen? Ja, sorry jongens. Hè? Wat heb ik nou aan het verschil tussen... Wat heb ik aan onbetrouwbare bronnen? Je kan ook zeggen, in de loop van diezelfde maand, binnen 4 weken, bleek uit 1 onbetrouwbare bron. Dat kan toch niet? Dat de systemen die op de militaire basis stonden niet operationeel waren. Zij konden daardoor niet door de separatisten worden gebruikt. Oh nee joh. Ik kan ook een fiets vinden, hè? Zonder voornaaf. En het enige wat ik nodig heb is een voornaaf. En als eerste jat ik die fiets. En dat kan natuurlijk niet, want je kan niet een fiets vinden zonder voornaaf. Maar hè? Een fiets zonder zadel. Dat is een niet-operationele fiets. Dat is een, ja, wat moet je met een fiets zonder zadel? Ja, die hebt van die jongensfietsjes. Van die stoere jongens die hier dan van die fietsoperaties doen. Op het plein hier. Die hebben ook geen zadel. Maar als je 80 kilometer moet fietsen naar Irkentwo, heb je wel liever een zadel. En zonder zadel is die fiets niet operationeel. Maar dan haal je, als je die fiets gestolen hebt, daarna nog een zadel erbij. Klaar. Zij konden daardoor niet door de separatisten worden gebruikt. Nee, niet op dat moment dan dus. Want ze hadden waarschijnlijk de lont eruit gehaald of zo. Of een of andere, want een buk-raketsysteem, want dat is het. Het is een systeem. Hij werkt met 3 vrachtwagens. Zo zien ze eruit. En die ene vrachtwagen, daar zitten die raketten in. En die andere 2, dat zijn radarstations eigenlijk. En dat geheel, daar moet je een computerverbinding in maken. En dan krijg je een mooi 3D beeld. En dan kan je over... En dan heb je hem. Best moeilijk hoor. Ik zelf geloof niet dat een stelletje burgers... die niet bij de EU willen... die gewoon dan maar bij de Russische Federatie... wat ik ook niet geloof, maar... Maar die stelletje burgers, die hebben er geen zin meer in. En die kunnen dan een buk-raketsysteem bedienen. Zo, joh. Volgens mij moet je daar eerst eventjes voor oefenen, hoor. En dat heeft het niks te maken met of die dingen operationeel waren. Nou, dus buk-raketsysteem, even de voetnoten. En dan kom ik zo dadelijk terug met de volgende uitzending. Voetnoot 25. Een andere benaming is SA-11. Ja, what do I care? Oh, what do I care? Oh. En die andere... Hier is 24. Ja. Dat hebben ze... wat erg. Ai, ai, ai.
Oh, ik heb het al ik heb het eerder geleerd. Oh, wat erg is het. 7,5 kilometer. Dat is gebaseerd op een rapport onder development, report onder development of best practice guidance for conducting and sharing risk assessments. Van, dit is een rapport over de ontwikkeling van de beste manier om risico, hoe noem je dat, risico assessment, risicovaststelling. Het rapport over de ontwikkeling van de beste manier om risico's vast te stellen en die te delen. Het rapport over de ontwikkeling van de beste manier om risicovaststelling risico's vast te stellen en die vaststelling te delen. Sharing. Van de International Civil Aviation Organization. En dan daar weer die afkorting. Ik word helemaal gek van. In de vorige ring van het kamerstuk. En dit is het ICAO. Gewoon alleen maar als afkorting. En ik moest maar raden wat het was. En het is aangenomen bij de conferentie in Montreal. Hebben ze in Montreal ook al kip lopen eten op mijn kosten. En ze hebben daar dus lekker in Montreal, hebben ze gewoon lekker gezeten met z'n allen. Hebben ze gewoon 2 tot en met 5 februari gezeten. In 2015. Wacht eventjes. Die ramp was op 17 juli 2014. En toen zijn ze dus, dat was juli, dat is 5 maanden, en februari, dat is 7 maanden na het neerstorten, zijn ze gewoon lekker lopen wijn drinken in Montreal. Mooi. En daar hebben ze dus lopen suipen in Montreal, hè? En toen hebben ze gewoon ja, na heel veel overleg. En dat was een partij wijnjongen die ervoor nodig was. En die brunettes, hè. Ja, en ook blondines. Maar die waren niet aan te slepen, jongen. En die mannen maar nadenken. En die brunettes allemaal. En die blondines natuurlijk ook. Maar ook rode vrouwen. En met rood haar. Hè? En zelfs, je weet niet wat ze willen. Er zijn er ook heel veel die de heren liefden. Liever bedrijven. Hè? Maar die mannen kosten ook poen. Ja. En die kerels maar ontspannen en ontspannen in Montreal van 2 tot en met 5 februari. En toen hebben ze vastgesteld. En ik wist dit al. Ik ben een aantal keren gewoon in de tijd dat je nog gewoon normaal, zonder lichaamsmassage en zonder dat je je schoenen uit hoeft te doen en je sokken en dat je met je blote voeten, bababababa. Er kunnen een bom in je onderbroek zitten en zo. En toen was voor mij de lol eraf. Maar in de tijd dat ik nog vloog, ja, wist ik wel hoe hoog ik vloog. Want dat stond gewoon op die camera. En de eerste keer dat je vliegt, dan denk je van, hey, vliegen we zo hoog? Ja, dan denk je van, het zal wel. En de tweede keer dat je vliegt, denk je, hey, vliegen we alweer zo hoog? Dan denk je, het zal wel. He, gewoon, ja, dat maakt niet uit. Weet je, die piloot had er gewoon zin in. Ga weer op diezelfde hoogte vliegen. Ja. Het is een bepaalde familie van piloten of zo. Die vliegen altijd graag op die hoogte. Denk je dan. Ik ben van nature nogal dom van aard. Dat is een van de voorwaarden voor intellect. En dan bij de derde, vierde, vijfde keer dacht ik, ja, maar hallo, jij houdt me nu niet voor de gek.
En dan kwam ik terug uit Ibiza of zo. Of vanuit Wenen voor mijn werk. Ik weet niet meer wie toen. Maar toen dacht ik echt van, nu snap ik het. Wij vliegen op 30.000 voet. Ongeveer. Beetje eronder, beetje erboven. Dat is onze bandbreedte. En daar hebben we dus een... ja, dus die ICAO. Ik hoop dat... Ja, ik weet niet wat dat gekost heeft hoor. Kijk, als dat 10 geile kerels zijn... Met nog een paar lesbo's erbij, à la Billary Hinton of zo. Ja, wat kost dat wel niet, man? Dat gaat nog richting de 5.000 euro per dag. Dus dat is dan 3 dagen, dat is 15.000 euro per dag, pp. Nou, dat moet toch wel 300.000 euro gekost hebben. En toen hebben ze die mannen, die geniale kerels... Die hebben dus gewoon, ja, toen ze eindelijk, ja, ze gaan natuurlijk altijd heel respectvol om met die brunettes en die blondines en die roodharige vrouwen. Met die intelligente lichaamsvormen. En dan waren ze gewoon helemaal tot rust gekomen met die vrouwen. En toen kwamen ze weer bij elkaar. En toen vroeg dus, ja, is er gewoon een concilie geweest, denk ik. Van, nou jongens, hoe hoog vliegen de burgerluchtvaartuigen? En toen zei iedereen... na 3 dagen... ja, brunette, blondine en roodharige. En ja, wat erbij hoort... het is ook iets, moet over het lekkerste eten hebben natuurlijk. Misschien een saunaatje erbij. Of een uitstapje naar een museum. Je moet wel wat leuks te doen hebben. Omdat je ontzettend hard aan het nadenken bent. Kijk, Perry Franciscus Martinez Winkel... die is dus... Dat is, dat, ik ben de vicar of Satan. Dat is een geintje natuurlijk. Maar ik heb een intellect, jongen. De wereld word je koud van. En je hoeft mij alleen maar te laten leven. Je maakt mij midden in de nacht wakker. En je zegt, hoe zit het met de hoogte van de burgerluchtvaartuigen? Dan zeg ik, nou, 30.000 voet, iets eronder, iets erboven. En dan vragen mensen aan mij waarom. Nou zeg ik, die militairen die zitten eronder en ze zitten erboven. En die moeten niet botsen. Ja. Maar die geniale lui die jullie zo geniaal vinden. Omdat jullie zo ontzettend geil worden van accijns betalen en btw betalen. En die bullcrap aanhoren over Joris Demmink. En je wil gewoon meer van die onzin met Mark Dutroux. En de Zandvoort-affaire en de Rolodex-affaire. Jullie kunnen er gewoon niet genoeg van krijgen. Denk ik. Wel eens. En als ik om me heen kijk, dan denk ik, nou, jullie verdienen niet beter. Maar dat denk ik gelukkig niet al te vaak. Want dan krijg ik op mijn donder. Maar jullie hebben hier gewoon, ja, laten we het afronden op 500.000 euro. Gewoon 1,4 miljoen. We hebben het over. Hè? 1,4 miljoen op 20 miljoen Nederlanders. Dat is dan iets van een 7 cent per persoon of zo. Dus, hè, iedere Nederlander heeft gewoon 7 cent in het kistje gedaan en heb je dit voor teruggekregen. Voor de vaststelling natuurlijk, hè, dat het dus minimaal dit is. Hè. Dat heeft je gewoon 1,4 miljoen gekost. Hè. Dit hele rapport, dat heeft nog veel meer gekost. Het heeft je leven gekost, zullen we zeggen. Nou, ik ga dus even het welbeloofde muziekje pakken. En dan ga ik heel snel... Even kijken waar die stond hoor. Hij staat natuurlijk op YouTube. Dat is de repetitie van mijn band. Dat is echt heel mooi. Deze staat nu te uploaden. Op uploaden. Ja. Hoe ver is het nou? Het is een hele mooie uitzending. Over... Mira van Talk to Mira. Heel liefdevol bedoeld. Deze bedoelde ik dus. Is echt lekker. Echt prachtig. Dit is een live opname.
Nou, daar ben ik weer. Ik ga deze even stoppen. Ik ga door hoor. Ik ga gewoon door. Dit was een mooi muziekje. Ik had hem uit moeten veden eigenlijk. Maar ja. Kijk, alles went behalve een vent. Lieve mensen, hartstikke fijn dat je hiernaar hebt willen luisteren. En ik ga zo dadelijk binnen 5 seconden door. Maar er wordt wel een nieuwe opname. Anders wordt het zo lang. Dus op z'n Duits. Tjus. Dag lieverds.